Dit ontwerp is eigenlijk ontstaan in een interieuropdracht voor Broeinest. Daar is een wedstrijd voor uitgeschreven en die hebben wij gewonnen. Er waren gewoon een aantal belangrijke dingen. Het was belangrijk om de ruimte flexibel in te kunnen zetten. Dus het meubel moest ook verplaatst kunnen worden en meerdere doelen dienen. En omdat het idee van Broeinest was ook om creatieve mensen bij elkaar te brengen. En daarom dachten we ook van, nou, dan maken we twee werkbladen die tegenover elkaar staan. Dus ben je altijd tegenover elkaar aan het werken. En ertussen zit een kastruimte, dus als je je werk daarin legt, dan geeft het ook automatisch aan de ander van, ja, kijk er eens naar. Wat je allemaal met de desk kan doen, is dat je het kan gebruiken om aan te werken, aan te creëren en aan te presenteren. Dus je hebt een tafel waar je aan kan zitten en op een andere hoogte kan je gaan staan. Die kan je ook schuin zetten, zodat je als klassieke tekentafel kan gebruiken. En tot slot kan je ook als schilderezel of als presentatiedisplay gebruiken.